jonge mens heeft op een bepaald moment een droom. En mijn droom was om leerkracht zedenleer te worden, wat ik dan ook waargemaakt heb. En ik heb heel wat jaren voor de klas gestaan. Wat ik heel prettig vond was dat je daar op een positieve manier met leerlingen in interactie kon gaan. Heel veel maatschappelijke thema's bespreekbaar stellen. Heel veel zorg en aandacht hebben voor de leerlingen, dat ze inderdaad mee evolueerden. En ik heb dat met ontzettend veel plezier gedaan. Ik zie trouwens nog, nu dat ik terug jaren in onderwijs actief was, zie ik regelmatig een aantal van mijn oud-leerlingen terug. En dat is dan altijd heel fijn om vast te stellen dat je toch ook wel dat verschil hebt kunnen maken, dat ze nog heel veel dingen herinneren. Want dat is wat eigenlijk ook zo mooi is aan het lerarenberoep, dat is waar onze mensen het ook voor doen. Dat is eigenlijk het verschil maken voor die leerlingen. Zorgen dat hun blik geopend wordt, dat ze kunnen evolueren. En dat ze eigenlijk de mens worden die we hen ook graag zien worden, met heel veel waarden, maar ook met heel veel kennis en een plekje in de wereld vinden. En dat heb ik zelf gekregen van mijn onderwijs en dat is wat ik ook altijd heb kunnen teruggeven.